En wat hij niet had kunnen voorspellen was dat hij hertog werd. En vervolgens werd dat bedrag dat hij schuldig was aan de hertog van Kleef zo hoog dat hij Emmerich moest afstaan. Maar voor zo'n hertog was het afstaan van Emmerich net zoiets als het in de verkoop doen van aandelen van een grote firma zoals hedge funds dat tegenwoordig doen. Af en toe vergelijk ik vorsten uit die tijd wel als de managers die een hedge fund bestieren, die delen zich toe-eigenen, de winstgevende delen weer voor veel geld verkopen, de andere delen op een andere manier van de hand doen en uiteindelijk het gevoel hebben dat ze er beter uitgekomen zijn. Maar hoe was het voor de mensen in zo'n gebied? Hoe was het in het Rijkswald, toen in 1418 het gebied dat nu in Duitsland ligt, mensen zijn vaak geneigd om dat het Rijkswald te noemen, maar het Nederrijkswald, waar nu veel minder bomen staan, hoorde er natuurlijk ook bij. Toen in 1418 die grens getrokken werd en het deel aan de Kleefse kant, nu aan de Kleefse kant, toen Kleefs werd. Je was boer, je maakte kaas, je was houtvester, je had ineens een andere vorst. Maar maakte dat wel echt verschil voor mensen in die tijd? Eigenlijk weten we dat helemaal niet precies. En hier zien we wat er in 1443 gebeurde toen de Duffel, een groot deel, dat lichtste deel, nadat het een enorme puinhoop in Gelre was geweest, Arnold door zijn vader, door zijn zoon aan de kant geschoven, vervolgens door Karel de Stoute weer aan de macht geholpen. Toen verloor Gelre in de oorlog die uitbrak de strijd en loste Arnold de problemen op door grote delen van zijn hertogdom, waaronder dit gebied, maar ook Goch en omgeving bijvoorbeeld, te verpanden aan de hertog van Kleef. Maar hadden mensen ook het gevoel dat ze toen echt in een ander land kwamen en een andere loyaliteit hadden? We hebben te maken met een tijd waarin er geen nationale staten bestonden en waar mensen geen paspoort of identiteitskaart bij zich droegen en waar identiteit vaak niet samenhing met het territorium waar je in woonde, maar veel meer met de buurt of de plaats waar je woonde. Misschien dachten mensen gewoon, ach, één keer in de zoveel tijd krijgen we een andere vorst. Soms omdat de oude vorst sterft en er een nieuwe aantreedt. Soms omdat het gebied verpand wordt, maar wij leven ons leven gewoon verder. Dat besef moet hier in dit gebied, waar die grenzen zo vaak veranderden, denk ik, al hebben we er eigenlijk heel weinig harde bewijzen voor, heel sterk zijn geweest. En daarmee ook het idee, waar zijn wij loyaal aan? Vooral aan onze eigen streek. Alles wat er omheen gebeurt, gebeurt. Zo gaat het. En laat ze de grenzen maar veranderen. Net aan het begin zei ik al, had ik het al even over de kanon van Duffelt en Ooypolder. Wat mij opviel toen ik wat meer de vakliteratuur indook, is dat er eigenlijk verrassend weinig hele grondige, uitgebreide studies zijn, proefschriften of wetenschappelijke artikelen in internationale tijdschriften over deze streek. Dat is onterecht, want er is voldoende materiaal. Er is ook een hoop archiefmateriaal waar best nog eens iemand in zou kunnen duiken. Ik heb even heel zijdelings gezocht. Het is alsof dit gebied bij de aandacht van de onderzoekers vaak net over de rand valt. Wat ik in het vervolg doe, is een paar van die aspecten er toch uitplukken. Ik ga het, zoals ik al aangaf, nog wat nader over het Rijkswald hebben. Over Kleef en de relaties met deze regio en ook de relaties met het gebied net aan de overzijde van de Rijn. En in ruime zin over de Rijn en de Waal als verkeerswegen. Ik vond van het Rijkswald 1570 van Thomas Witteroos, ook een van die cartografen uit de 16e eeuw, er zijn diverse,
een mooie tentoonstelling met al die kaarten zou, lijkt mij echt, echt geweldig. Juist omdat je er zoveel op herkent dat er nu nog is, of waar in elk geval nog sporen van zijn. En deze kaart van het Nederrijkswald laat dus het gebied zien, je zou kunnen zeggen westelijk van Kranenburg. Als je naar deze kaart kijkt, en op de volgende is een detail te zien, dan zal opvallen dat wat west is rechts staat en wat oost is links staat. Dus we zien hier bovenaan Wieler met IE geschreven. We zien hier Beek en we zien daar Ubbergen. Dus precies omgekeerd. Maar we zien wel overal de plaatsjes ingetekend, de kerkjes. Hier en daar sporen van burchten die er geweest zijn. En hier het Rijkswald, het bos en aan deze kant de Duffelt. Op dezelfde manier Op dezelfde manier zien we hier zien we hier Groesbeek. Nu moet jij die andere presentatie er weer bij halen, Paul.